Protect trans kids wordt er geschreeuwd tijdens breidoptochten in Amerika. Vol passie en geloof staan deze activisten voor deze uitspraak. Het is een slogan die op t-shirts wordt geprint en vol zekerheid wordt gesteund. Maar wat wordt er nou werkelijk gezegd? Wat is dat gevaar waar we trans kids voor moeten beschermen? Nou, niet elke activist zal hetzelfde antwoord geven op deze vraag. Maar volgens velen zit het gevaar in het verbieden van genderbevestigende behandelingen. Ook claimen ze dat sociale afkeuring de oorzaak is van de hoge aantal zelfmoord in deze groep. Maar is dit wel werkelijk het geval? Natuurlijk ben ik als christen voor het beschermen van jongeren. Leiden van een kind maakt me woest. Jezus zelf geeft een harde waarschuwing aan mensen die kinderen op het slechte pad brengt. Matthäus 18.6 bijvoorbeeld. En hij omarmt de kinderen in Matthäus 19.14. Maar hoe kan ik dan toch tegen genderbevestigende behandelingen zijn? Dit ben ik niet vanwege haat maar door liefde. Neem het volgende voorbeeld. Als iemand aan anorexia leidt, zou je deze persoon bevestigen hierin? Zou jij ervoor strijden dat deze een liposuctiebehandeling krijgt? Nou is het werkelijk anders met mensen die lijden aan genderdysforie? Het lichaam is gezond, maar het geestelijke komt niet overeen met de realiteit. Het is zelfs zo dat rond de 80% van de mensen die genderdysforie ervaren, er overheen groeien. Dr. Rita Karatu... Al tien jaar. Nou, in ieder geval de naam is ook op het scherm. geven, maar Dit is een psychiater die al meer dan tien jaar leiding heeft gegeven aan gendertransitiebehandelingen bij jongeren. En ze zegt dat er vier op de vijf kinderen uiteindelijk hun lichaam accepteert. Hiernaast. Zegt Walt Heyer, een voormalig transgender die de website Sex Change Regret is gestart, dat rond de 100 internationale studies aangeven dat 20% spijt heeft van de behandelingen. En anderen geven aan dat de meerderheid nog steeds veranderlijke genderidentiteit ondervindt na de behandelingen. Daar komt bij dat deze cijfers over spijt nog laag zijn aangezien het een grote taboe is om je spijt bekend te maken. Het gaat zelf gepaard met bedreigingen uit de transgenderbeweging als je uitkomt voor de spijt van je transitie. Ik kan geen ander voorbeeld bedenken waarin je niet mag praten over je eigen ervaring in de gezondheidszorg als je geen goede uitkomst hebt gehad. Dit is een quote: dit is een uitspraak van McKinnon, een 37-jarige transgenderman en assistent professor sociaal werk aan de Universiteit van York. Nou willen wij dat jongeren die genderdysfrie ervaren waarvan de meerderheid er overheen groeit, onveranderlijke, schadelijke behandelingen ondergaan. Want schadelijk zijn deze behandelingen. Maar laat me je wat voorbeelden geven. En het hele lijstje zal ik op het scherm posten. Nou, schade door puberiteitsblokken, groeiachterstand, levensschade, geestelijke gezondheidsproblemen, botverdunning, onvruchtbaarheid. Dan schade door geslachtshormone, bijvoorbeeld bij vrouwen die testosteron gebruiken, hartaanvallen en beroertes, levendysfunctie, Haargroei op lichaam en gezicht, diepere stem, vaak permanent. Voor mannen die oestrogeen gebruiken, bloedstorsels, hartaanvallen, borstkanker. Gevolg van operatie, mannelijke delen zijn permanent verminkt. 50% ervaren complicaties, pijn, bloeding op de operatieplaats, seksuele functiezorgen. Uh, borstverwijding maakt een einde aan de mogelijkheid om borstvoeding te geven. 19 maal hoger zelfmoordcijfer, 10 jaar na de operatie. En volgens onderzoek van het Women's College Hospital, WCH, heeft de meerderheid van de patiënten met plastiek tijdens bezoek naar de operatie verschillende gezondheidsproblemen. Nou, na dit te hebben gezien, kan ik niet met een goed geweten genderbehandeling steunen. Jij wel? Maar hoe zit het dan met de zelfmoord? Is sociale afkeuring de werkende kracht achter deze zelfmoordcijfers? Nou, Dr. Michael Brown observeerde dat donkere mensen tijdens de slavernij in Jim Crow veel slechter werden behandeld, hoewel onder hen geen zelfmoordepidemie plaatsvond. Ook claimden donkere leiders niet dat de slavernij en racisme zelfmoord veroorzaakten. Maar als sociale afkeuring dan niet het probleem is, wat is dan wel de oorzaak van de hoge zelfmoordcijfers onder de transgendergemeenschap? Nou, twee afgestudeerden van Harvard verzamelden gegevens van jongeren met mentale aandoeningen en lieten zien dat deze het zelfmoordcijfer van jongeren verhoogt. Dr. Lisa Littman geeft aan dat 63% van de jongeren die naar buiten kwamen, kwamen als transgender, er vooral mentale problemen hadden. En Walt Heyer, die we al eerder noemden, geeft aan dat velen precies kunnen aangeven wanneer de ontsnapping van hun ware gender ging opspelen. Traumatische gebeurtenis was vaak de trigger. Misbruik, verlating of verwaarlozing. Er gebeurde altijd wel iets. Het wijst er dus sterk naar dat het probleem de geestelijke gezondheid is en niet de lichamelijke. Ook helpen de genderbevestigende behandelingen niet deze eerder genoemde cijfers omlaag te brengen. Wat ook weer aangeeft dat het probleem op geestelijk vlak zit. Een lange termijn studie in Zweden, een van de meest LHB-tolerante, accepterende landen ter wereld geeft de volgende conclusie. Personen met transseksualiteit lopen na een geslachtsverandering een aanzienlijk hoger risico op sterfte, suïcidaal gedrag en psychiatrische morbiditeit dan de algemene bevolking. Onze bevindingen suggereren dat geslachtsverandering, hoewel het de genderdysforie verlicht, mogelijk niet voldoende is als behandeling van transseksualiteit. En zou moeten inspireren tot verbeterende psychiatrische en somatische zorg geslachtsveranderingen voor deze patiëntengroep. Nou, we laten jongeren niet stemmen, niet auto rijden, niet roken en niet drinken. Maar we zouden ze wel dit soort drastische beslissingen moeten laten nemen over iets waar ze hoogstwaarschijnlijk overheen groeien of spijt van krijgen. En ze kan zelf zelfmoordgedachten versterken. Nee, we moeten kinderen beschermen. Maar we doen dat niet door leugens te bevestigen, maar in liefde de waarheid te verkondigen. God heeft de mens als man en vrouw geschapen. Genesis 1,27 Dit veranderen kan niet. Seks is niet toegewezen naar een lichamelijke realiteit die we al kunnen vaststellen ruim voor de geboorte. De jongeren die worstelen met genderdysforie hebben geestelijke hulp nodig. En bevrijding vaak zoals nodig. Geen bevestiging van de leugens die ze gevangen houdt. Ze hebben... Jezus nodig. Wij als christenen weten dat Jezus de oplossing is tegen elke crisis. Zo ook een identiteitscrisis die we allemaal hebben. Niemand van ons is perfect en elke christenen weet dit. We hebben alle redding nodig. Het is dus belangrijk in liefde de waarheid te blijven spreken en bidden dat deze jongeren hun identiteit in Jezus Christus vinden. Jongeren, als jullie dit horen, ik leef echt met jullie mee. Het lijkt me echt heel moeilijk en heel zwaar om je zo te voelen. Maar er zijn mensen die in jullie situaties hebben gezeten, die spijt hebben van wat ze hebben gedaan. Maar ook mensen die zijn bevrijd. En in Jezus Christus ligt deze bevrijding echt. Keer je tot Hem. Kijk eens naar de mensen die, die detransitioneren, die detransitie doen. En die jullie willen waarschuwen hiervoor. Luister gewoon eens naar hen. Alsjeblieft. Tot de volgende keer.